Toen ik op een gegeven moment 3 was, toen begon ik bij mijn eerste dokter. En toen ging ik steeds naar andere dokters. En toen kwamen ze bij een uitslag. En toen bleek dat ik ADHD heb. En dat is alle dagen heel druk. Concentreer je. En... Yeah! Die loopt soms een beetje achter. En die snapt het dan niet helemaal. Dus dan moeten ze wat stof uit misschien groep 5 pakken. Maar dan snapt hij gewoon wel. En dan kan hij zo opbouwen. En uiteindelijk weet hij net zoveel als wij. Alleen duurt het gewoon wat langer bij die groep. Is dit 31? Dit is 31. Dit is 31. En dan mag je ook meteen zo'n schuld maken. Even dubbelen. Dan maar 13. Ja, soms vind ik het wel heel erg leuk om hun te helpen. Want ja, je hebt al die dingen al in groep 4 en 5 allemaal al geleerd. En dan weet je die nog goed. En ja, maar dan is het ook weer goed voor jou, zodat je ze weer kunt herhalen, zeg maar. Mag jij naar voren komen? En dan ga ik naar achteren. Dat is te zwaar. Succes aan Merel. Merel. Ja, het is zwaar. Hallo allemaal, ik doe mijn boek over Hotel 13. Nou, er is niemand dom. Iedereen is gewoon slim op zijn eigen manier.